Wat deze ruiter doet, noemt men een sliptrekken. Hij trekt een bos stro door het land, afkomstig uit het hok van Reinhard de Vos. Het spoor dat op deze wijze ontstaat, zal anderhalf uur later door een meute jachthonden worden gevolgd. Dit is de noodzakelijke voorbereiding voor een slipjacht. De Haarlemse Ree- en Jachtvereniging heeft er deze dagen in gehouden. De rit ging door weilanden, langs duinpaden, over sloten en hekken. Zelfs een strooien vos kan heel slim zijn. De honden en de ruiters en amazones die hen volgen, komen telkens voor nieuwe verrassingen te staan. Plotseling is de meute het spoor bijster. De vos is in het niet verdwenen. In plaats van de begeerde vossenbout krijgen de vermoeide honden als beloning een portie vlees en daarmee is de slipjacht ten einde.